2 Petrus 3 vanaf vers 12, hierdie woorde: leef in verwachting dat die dag van God kom en beijver julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlammen zal vergaan en die hemelliggame zal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat God beloof het en waar die wil van God zal heers. Daarom, geliefdes, terwijl jullie hierdie dinge verwacht, moet jullie daarvoor beijver om vlekkeloos en onberispelijk in vrede met God te leven. Die apostel Petrus het baie sterk gefokus op die wederkomst van Jezus Christus. Dit was voor hom een baie belangrike zaak. Hij wou sy luisteraars, sy hoorders, hulle wat dan ook sy briewe lees, daarop wys dat die wederkomst van Christus nabij is. Daarom sê hy ook op een stadium: wees nuchter en wees wakker, bedoelende wees gereed met jou leven in afwachting op die wederkomst van Jezus Christus. Nee, dit staan nie geskrywe om ons bang te maak nie. Dit is nie een stok wat gebruikt wordt om ons te slaan nie. Maar dit is een heerlijke uitnodiging waar Petrus vraagt: wees in afwachting, in julle verwachting op die nieuwe dag, in julle verwachting op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, in julle afwachting op die komst van Jezus Christus, beijver julle, maak julle self gereed, dat wanneer daar die dag aanbreek, julle ook met vreugde die Heer kan begroet. Dit is die bedoeling van die apostel Petrus. Hij gebruikt die woordje verwachting 3 keer in hierdie 2 of 3 verse en die woordje beijver 2 keer, terwijl julle in verwachting is op die nieuwe dag. Beijver julle daarvoor, maak julle self daarvoor gereed, focus op daar die nieuwe dag. Doen ons dit? Nee, ek denk nie so nie. Ons leef maar al te gemakkelijk voor die dag van morgen weer met sy eie plezier en sy eie vreugdes en sy eie genietinge, die gemaksig van die leven. Ons is nie nou al bekommer oor die laatste dag van die leven nie. Misschien as ons die dag oud is of op ons sterfbed lê, sal ons een bykie worstel met die laatste dag van ons levens. Maar nou is die leven nog een groot plezier, vooral as jy jonk is, dan wil jy nog so baie dinge doen. Petrus sê nee, dit kan nie. Ons moet altijd gereed wees met brandende lampen. Ons moet gereed wees met ons geloof en geloofsoorgawe, om wanneer die bruidegom ook al kom, die feest sal tegemoet te gaan. Hoe kan ons het doen? Hoe is hier die proces van gereed maak, wanneer ons in afwachting is op daar die dag? Jou leven moet vlekkeloos, onberispelijk en in vrede met God wees. 3 komponente: vlekkeloos, onberispelijk, en jij moet in vrede met God wees. Om in onvrede te wees, betekent dat daar die dag bij jou zal voorbij gaan. Om in onvrede met God te leven, betekent dat je nooit die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal zien nie. In vrede met God, in een leven wat voorbereid en toebereid wordt door die geloof, door die werking van die geest van God, als een leven vlekkeloos en onberispelijk. Is jij in afwachting op die koninkrijk van God? Jij behoort te wees, want jij bid ons altijd: laat die koninkrijk kom. Jij behoort te weet dat die tijd nabij is. Zelfs leven ons dalk net 5 minuten voor 12. Een dag van ons is voor die Heere een oogwink. En 1000 dagen bij die Heere is voor ons soos een dag. Ons moet in verwachting en in afwachting onszelf beijver voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Mag God ons daartoe help. Kom ons bid saam. Heere ons God, lei u ons voort door hier die lewe. Ons is in afwachting en verwachting op die nieuwe dag, op die morgenster. Ons is in verwachting op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Werk door u Gees in ons levens, dat ons vlekkeloos en onberispelijk onszelf zal beijver om in vrede met God te leven
en daar die dag met hartelus tegemoet te gaan. U naam ter ere. Amen.